torenmolen in Zeddam behoort sinds 1929 tot de bezittingen van Huisberg. Mario, wat maakt deze graaflijke korenmolen zo uniek? Wat maakt deze korenmolen zo uniek? Dat het een van de weinige, zo niet de enigste, middeleeuwse molen van Nederland is. Gebouwd 1440-1450, waar je alle sporen en littekens nog kunt zien wat er aan veranderd is. Vrijwillige molenaars houden de molen draaiend. Jos van Dulmen, jij bent al meer dan 20 jaar hier vrijwillig molenaar. Wat is de taak van een molenaar? De taak van een vrijwillig molenaar is natuurlijk het malen van graan. Maar onze doelstelling is hoofdzakelijk het in stand houden van de molen. Dus goed opletten met of de weersomstandigheden niet zijn, dat we toch extra maatregelen moeten nemen. Alles goed in elkaar blijft passen qua mechaniek. En als er slecht weer komt, dan moeten we ook bijvoorbeeld nog extra maatregelen nemen en alles goed vast gaan zetten. Deze korenmolen is op een aantal dagen per jaar, vaak in de weekenden of soms woensdags, in bedrijf. Mensen kunnen dan binnenlopen. Wat kunnen ze daar allemaal zien en wat kun je hun vertellen? Ze kunnen natuurlijk een heleboel zien op deze molen. Een zeer uniek kruiwerk in de kapzolder. Dat is heel apart, dat komt nergens anders voor, als alleen in Zevenaar nog. Daar kunnen ze zien natuurlijk. En dat ook een binnenkruier is in deze molen. Normaal hebben we altijd buitenkruiers in het bestand van de molens. Zo kunnen ze natuurlijk zien de authenticiteit van deze molen. Heel erg oud, 1442. De bezoekers kunnen verwachten hoe wij eigenlijk de molen in bedrijf gaan stellen. We kunnen gaan hoe we er gaan kruien, dus de wieken op de windrichting zetten. We kunnen eventueel daar ook de wieken gewoon opzeilen. Dat wil zeggen dat hij meer windvang zou kunnen krijgen. Het hele in bedrijf zetten van een molen kunnen ze bij ons bekijken. Drie molenaars, Jos. Is dat niet wat weinig? Drie molenaars is niet specifiek wat we weinig. Het kan, als je natuurlijk wat meer vrije tijd hebt, kunnen we meer indelen. Maar vaak is het nog wel zo dat we periodes hebben met een extra molenaar of een leerling, wie er dus daarin opgeleid wordt. En wat vaak voorkomt, dat een leerling ook blijft hangen, zoals wij het noemen, dat hij dus ook weer in dezelfde molen blijft als gediplomeerd molenaar. Ja, we kunnen dit erg goed in stand houden door natuurlijk erg zuinig op te zijn. Alles wat we doen, verantwoord doen, ook cultuurhistorisch. Dat kan ook doen met ons team, met Huisberg, met de technische commissie, waar deskundige mensen zijn. Dat we elk onderwerp wat we aanpakken, dat we dat zeer goed gaan bekijken voordat we iets resoluuts gaan doen. Het bedrijf Avico de Bond heeft de geavanceerde techniek toegepast om dit erfgoed vast te leggen. Mario, jij was erbij op 25 mei toen de scans gemaakt zijn. Hoe ging dat in zijn werk? Hoe ging het in zijn werk? We hebben eerst bekeken bij de molen van hoe zetten we de molen neer. Dus op welk punt zetten we de wieken neer? Hoe zetten we de wieken neer? Uiteindelijk besloten om de wieken zonder zeilen in te spannen en de molen in de X-vorm te zetten. We zeggen in de lange rust. Vervolgens is er een scan in de molen van zolder tot zolder geweest. En de andere scan is om het pad om de molen heen er helemaal omheen geweest. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Nou, die scan, daar wachten we op. Want ik ben wel erg benieuwd naar het resultaat. Ja, klopt. Wij ook. Ja, ik natuurlijk ook. Zeer benieuwd. En dan hebben we het maar vastgelegd voor de eeuwigheid. We zijn vandaag bezig met het 3D laserscannen van de graaflijke korenmolen in Zeddam. En dat is eigenlijk voor het kunnen vastleggen van de huidige situatie ten behoeve van het beheer van het cultureel erfgoed, wat ontzettend belangrijk is. En voor dat beheer willen we ons als Zeker de Bond inzetten, omdat het cultureel erfgoed bedreigd wordt door allerlei bedreigingen, bijvoorbeeld vandalisme. En een redelijk nieuwe bedreiging die heel serieus is, bijvoorbeeld de aardbevingen.
zo'n opname voor een object als dit. Daar zijn we vandaag met drie man zijn we bezig, met twee laserscanners. En dat neemt toch echt wel het grootste gedeelte van de dag in beslag. Elke scanpositie die we nemen, en dat zijn er vandaag ongeveer 65, daar zijn we toch wel een kwartier mee bezig. Als we deze gegevens hebben gevangen, de digitale meetgegevens en het fotomateriaal, dan kunnen we op basis daarvan een 3D-model gaan maken, hè, waarbij we alle scans hebben gekoppeld. Op basis van het 3D-model kunnen we dus visualisaties maken. We kunnen doorsneden maken. Maar we zouden bijvoorbeeld ook het model zoals die dus nu in de werkelijkheid is, kunnen verkleinen en verschalen en vervolgens 3D gaan printen.